Bent u al wat ouder en heeft u minder energie, bijvoorbeeld omdat uw hart of longen niet meer zo goed werken? Of bent u ziek geweest? Of heeft u in het ziekenhuis gelegen en merkt u dat u minder eetlust heeft? Dan lukt het soms niet goed meer om genoeg en gezond te eten. Warm eten slaat u misschien wel eens over. U kunt dan gewicht verliezen. U merkt bijvoorbeeld dat uw kleding losser gaat zitten. Of dat u uw riem een gaatje strakker moet doen. De energie die uw lichaam nodig heeft, haalt u dan uit uw lichaamsvet en spieren. Uw spieren worden dunner en u verliest vet. Daardoor heeft u steeds minder kracht en minder trek. Het wordt dan extra belangrijk om genoeg te bewegen en gezond te eten met veel eiwitten erin. Zo maakt u uw spieren weer voller en sterker. Hoe doet u dat? Merkt u dat u gewicht verliest zonder dat dat de bedoeling is? Maak dan een afspraak bij de huisarts. Schrijf in een week op wat u die dagen eet en drinkt. Kijk dan samen met uw huisarts of diëtist hoe u op een slimme manier meer eiwit en calorieën binnenkrijgt. Eiwit zit vooral in vlees, kip, ei, melk, yoghurt, kwark, kaas, vis, vleesvervangers, soja, peulvruchten en noten. Met wat extra vet krijgt u meer calorieën binnen. Dus neem vettere kaas, volle kwark, volle melk en volle yoghurt. Ook in noten, pinda's, avocado, vette vis zoals zalm, makreel en haring zit veel vet. Probeer om een paar keer in de week gezonde boodschappen te doen. Misschien heeft u een familielid, goede buur of vriend die af en toe samen met u boodschappen wil doen. Ook vrijwilligers kunnen helpen met boodschappen doen. Maak een voorraad met gezond eten dat u langer kunt bewaren. Bijvoorbeeld eieren, kaas, houdbare melk, bonen in blik, rijst, macaroni, fruit en margarine. En voor in de diepvries, vis, vlees, brood en groenten. Lukt het niet om zelf te koken of boodschappen te doen? Dan kunt u bijvoorbeeld een paar keer per week een gezonde maaltijd bestellen die aan huis wordt bezorgd. Eet op vaste tijden. Neem in ieder geval 3 maaltijden per dag. Lukt het u dan niet goed om genoeg te eten? Neem dan wat minder, maar eet wel vaker. Bijvoorbeeld 5 tot 6 keer per dag een kleine maaltijd. Misschien kunt u afspreken om af en toe samen te koken met iemand. In buurthuizen en wijkgebouwen worden ook avonden georganiseerd om samen te koken en te eten. Gezelligheid en lekker eten kunnen helpen. Als u zich eenzaam voelt, praat hier dan ook gerust over met uw huisarts of de praktijkondersteuner. Kijk samen wat u eraan kunt doen. Maak elke dag een wandeling of doe, als u een dag niet naar buiten kunt, een paar oefeningen voor het open raam. Daardoor voelt u zich elke dag een beetje fitter en krijgt u meer eetlust. Kijk of het u langzaamaan gaat lukken om iedere dag een half uur of meer te bewegen. Begin met 5 minuten per dag en doe er elke week 5 minuten per dag bij, tot u echt een half uur per dag beweegt. Probeer minstens 2 keer per week spier- en botversterkende activiteiten en balansoefeningen te doen. Bekijk voor tips het filmpje Gezond bewegen. Zo voelt u zich langzaam weer sterker worden.